Hey, hallo iedereen en welkom hier bij Bax Music in onze Bax Music Studio. Jawel, tijd voor alweer een nieuwe review. En we zitten nog altijd hier aan de nieuwe Fazli Sunset Series reeks. Je zou zeggen, Fazli Sunset Series is toch al een jaartje oud. Jawel, goed opgelet. Vorig jaar is eigenlijk een nieuwe T-staal en S-T-staal reeks uitgekomen. Heel modern, frisse kleuren, heel voordelig, echt. Topgitaar. En daar zijn nu een hele hoop nieuwe modellen bijgekomen. En vandaag bekijken we, en ik ga nog heel even naar de naam kijken, de Sand Shark. De Sand Shark. En dat zijn deze mooie beestjes hier naast mij. Je ziet het in 5 verschillende kleuren. Ik ga ze heel even tonen. Voilà, dit is de Sunburst. Heel klassiek. Heel mooi. Sunburst. We hebben natuurlijk, en dat wil iedereen toch wel in zijn collectie, is een Shell Pink. Dus toch wel voor de innerlijke hardrock liefhebber onder ons. We hebben ook hele frisse Surf Green. Heel mooi ook. We hebben Sky Blue. Is eigenlijk ook zo'n hele frisse, mooie kleur. Echt super mooie kleur dit. En natuurlijk voor iedereen die houdt van echte metal, is er natuurlijk Black Jacket. Zwarte superstrat noemen ze dat. Waarom een superstrat eigenlijk? Wel, een superstrat is eigenlijk de ST-stijl gitaar, maar niet met de traditionele 3 single coils, waarin die strat eigenlijk vroeger gebouwd was en nog altijd heel populair is. Meestal dus met een andere pickup configuration noemen ze dat en nog een aantal andere tweaks. En dat is deze wel. Heel modern. We hebben hier eigenlijk een popular body. Heel licht. Echt een heel lichte gitaar. Als je op zoek bent naar iets wat uren rond je hals kan hangen, dan is dit echt een topper sowieso. Allereerst, wat doet de Sunset nog? Dat is echt heel ergonomisch zijn. Je hebt hier natuurlijk die aflakking, je hebt de belly cut. En natuurlijk, zeer mooi is deze vormgeving. Je ziet het misschien beter bij een ander kleurtje. Maar het is echt wel heel mooi. Kijk, je ziet het hier misschien iets beter. Het is echt super mooi en heel handig om hier te gaan soleren of vast te nemen of whatever. Dus heel ergonomisch. En dat is natuurlijk ook een superstrat, want meestal wordt hier wel iets meer rock of metal opgespeeld. En ook solo's. Dus deze heeft een 12-inch radius toets hier op een roasted maple hals. Dus iets vlakker. Eigenlijk zeer goed voor de solisten onder ons. En 24 frets. Normaal gezien zijn het er toch maar 21 of 22. Maar je hebt dus hier nog een aantal extra frets als je echt wil. Ik kan het niet, maar bon, jullie misschien wel. Hier achteraan Fazli tuners blijven heel mooi in balans. En we hebben natuurlijk de stars of the show zijn deze twee humbuckers. En deze twee humbuckers zijn echt, ja, die geven echt een hele volle... volle sound, zowel in de bridge als in de hals. Maar niet getreurd, ben je echt op zoek om die ene hele mooie, clean intro te spelen, dan kan je altijd de humbuckers splitten. Dus eigenlijk heb je alles. En je kan hier ook gewoon een strat sounds mee krijgen. Maar als je echt wil en je wil echt die riffs eruit blazen, dan druk je op de coil split en dan vliegt die naar humbucker en dan is het echt wel een stuk vetter. De three-way switch. Three-way natuurlijk, omdat het maar twee pickups zijn. Dat is de humbucker of single coil in de bridge, beiden en de neck. En natuurlijk een algemeen volume en tone knob, ook mooi gekarteld hier. Voor de zweetpollers onder ons. Voilà, en dan zitten we eigenlijk hier aan de specs. Zeer mooie moderne gitaar. Veel frisse kleuren. Eigenlijk voor iedereen zit er wel eentje bij. Dus ben je op zoek naar een superstrat, dat is gewoon een ST-stalen gitaar, een beetje gebaseerd op de Ibanez AZ. Dus eigenlijk gewoon een hele coole gitaar om te spelen. Je kan het gewoon in het zwart hebben of ben je gewoon iets kleurrijker.
Kies dan gewoon een van die frisse kleuren of ben je heel traditioneel, de Sunburst. En dan kan je starten met riffs, metal riffs, te spelen op deze prachtige Sandshark. Ik heb hier heel even een Freeman 100 in profiel geladen en dan krijg je iets van... Je ziet heel spanky clean of vetter clean. Ik heb nu gewoon een heel korte sample gedaan, sowieso. Maar je kan er eigenlijk ook natuurlijk van alle modulation en dergelijke opzetten. En je ziet ook dat de humbuckers eigenlijk voldoende power geven om echt die riffs eruit te blazen. De hals zelf is echt thin C. Ik zou hem niet medium noemen, ik zou hem eerder thin noemen. Dus hij is echt wel gemaakt om heel makkelijk via de duim en dan alle vingers hun werk te laten doen. Voilà, en dat was de Fazli Sunset Series, de nieuwste Sandshark. Superstrat hier, verkrijgbaar in 5 kleuren. En die kan je natuurlijk vanaf nu bestellen bij Bax Music. En je zal zien, de prijs is echt zeer, zeer, zeer voordelig. Voilà. Wil je nog andere modellen ontdekken? Er is ook de Tortoise. Ja, heel snel nog even laten zien. De Tortoise, kan je misschien al gezien hebben, is deze mooie Tinline Tele. Is ook bij de Sunset Series gekomen. Er is ook een J en een P bass, zowel in 4 en 5 string. Ook zeer voordelig en zeer goede instrumenten. Voilà, dit was het. Dit was de review van de Sandshark. Alle info natuurlijk via Bax Music en de link. En dan hop je naar onze website. En binnenkort rock jij de pannen van het dak met deze superstrat. Voilà. Vond je het een leuke video? Ik vond het eigenlijk wel een leuke video. Dus geef het zeker een like. Vind het altijd top. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie je de nieuwste video's als eerste. En voilà, er is natuurlijk ook altijd nog onze socials. Facebook, Instagram en TikTok. En altijd, maar dan ook altijd... onze website Bax Music of Bax Shop, wherever you are, zeggen we dan. Mijn naam was Tom. Tot heel binnenkort. Bye bye.